Welkom bij je dagelijkse overdenking van Joyce Meyer. Fijn dat je luistert. Je mag Gods woord overdenken en je gebed uitspreken. Jouw overdenking voor 23 februari. Als het leven niet volgens plan gaat. Het Bijbelvers voor vandaag staat in Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat God alles tot een goed einde brengt voor wie Hem liefhebben, voor hen die Hij besloten heeft te roepen. De apostel Paulus vertelt ons in Romeinen 8, vers 28 dat alles meewerkt ten goede. Merk op dat Paulus niet zegt dat alles goed is, maar dat alles meewerkt ten goede. Paulus vertelt ons ook in Romeinen 12, vers 16 bereid te zijn jezelf aan te passen aan mensen en situaties. Het idee is dat we moeten leren om zo'n soort mens te worden die dingen gaat plannen, maar die niet instort als dat plan niet werkt. Laten we zeggen dat je in je auto stapt en deze start niet. Er zijn twee manieren om naar de situatie te kijken. Je kunt denken, ik wist het, mijn plannen mislukken altijd. Of je kunt tegen jezelf zeggen, nou, ik kan nu mijn huis niet verlaten, maar dat is goed. Ik geloof dat deze verandering in mijn plannen gunstig voor mij zal uitpakken. God is in controle. Geef God de glorie, zodat jij met opgeheven hoofd verder kan gaan. Zie Psalmen 3, vers 3. Hij wil alles voor je vrijzetten, je hoop. Houdingen, stemmingen, hoofd, handen, hart, je hele leven. Onthoud, zelfs wanneer het leven niet volgens plan loopt, Hij is goed. Als je wilt, bid dan met me mee. Heer, omdat ik weet dat U in controle bent en alles tot een goed einde brengt, kan ik flexibel zijn als het leven niet volgens mijn plannen verloopt. Als mijn plannen niet uitwerken, help me om het goede te vinden en positief te blijven. Amen. Bedankt voor het luisteren. Weet dat God altijd bij je is en je de hele dag door leidt. God zegen en geniet van je dag. Wil je meer tips voor je dagelijkse omgang met God? Meld je dan gratis aan voor de nieuwsbrief via onze website joyce-meyer.nl.